Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat er nog tamelijk veel bewolking over Nederland lag. Op een aantal plaatsen viel zelfs nog een spatje regen. Maar boven de Noordzee liggen brede opklaringen klaar. En die opklaringen gaan vanuit het westen uit ook zich over het land uitbreiden. De temperatuur vanmiddag is zo'n 9 à 10 graden. Dat komt door die noordwestenwind die bovendien nog eens flink doorstaat. Maar vanavond gaat de wind geleidelijk aan afnemen naar matig kracht 3 of 4. De opklaringen breiden zich dus uit, het wordt droog op de meeste plaatsen. En de temperatuur gaat dan ook flink dalen. Halverwege de avond is het al een graad of 6. En komende nacht uiteindelijk komt de temperatuur nog maar net boven het vriespunt uit. In landinwaarts zou het zelfs een graadje kunnen gaan vriezen. De wind die wordt zwak of matig en draait naar het zuiden tot zuidoosten. Later in de nacht neemt hij weer wat toe. Verder is het dus grotendeels helder. Als er wat bewolking overdrijft, is dat met name in de hogere luchtlagen. Na die koude nacht gaat de temperatuur morgen overdag, dankzij een zuidoostelijke wind die zachtere lucht aanvoert, weer oplopen naar uiteindelijk zo'n 11 graden op de Waddeneilanden en 12 tot maar liefst 16 graden in Limburg. Daarbij dus wel een zuidoostwind en die kan behoorlijk stevig worden, matig, aan zee soms vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Ja, en het fraaie lenteweer, dat zet zaterdag gewoon door. De temperaturen gaan dan nog verder omhoog, naar zo'n 18 graden in Noord-Holland, tot 20 of 21 graden verder landinwaarts. En dan hebben we de eerste warme dag van het jaar te pakken. Flink wat zonneschijn daarbij, blijft overal droog en er waait een meest matige wind uit zuidelijke richtingen. Later op de zaterdag, dan komt er in het westen wel wat meer bewolking, maar blijft het wel droog. Op zondag is dat waarschijnlijk net niet het geval. In het uiterste westen zou misschien een enkele bui kunnen gaan vallen. Verder naar het oosten toe blijft het wel droog en daar ook de meeste zonneschijn. Omdat die bewolking dus in het westen wat dikker is, daar blijft de temperatuur dan een klein beetje achter in vergelijking met de zaterdag. Het wordt nog wel een graad of 16, dus al met al best aardig. Maar in het oosten, daar wordt opnieuw de 19 of 20 graden gehaald. De wind is zwak of matig uit het oosten tot zuidoosten. Op maandag ook nog steeds in het westen een buienkans. In het oosten de hoogste temperaturen van een graad of 20. En de wind draait langzaam naar het noordoosten en is matig. Kijken we dan nog even wat verder vooruit, naar de 15-daagse verwachting, dan zien we dat het voorlopig eigenlijk heel aardig lenteweer blijft wat betreft de temperatuur. Die ligt overdag zo tussen de 15 en 20 graden. In de nachten ligt de temperatuur zo rond een graad of 8. En dat is eigenlijk redelijk normaal, tot iets boven normaal voor de tijd van het jaar. Echte koude nachten, die hebben we voorlopig dus niet meer. Ik ben Bernd Langkamp van Weerplaza.nl.